Kunstlijn Lunteren, voorheen Stichting Atelier Route Lunteren, bestaat 15 jaar. En dat wordt gevierd met een jubileumtentoonstelling De Tijd Vliegt in Huis Kernhem. Maar we beginnen met Groen Geluk. Dit kunstfestival werd op 7 en 8 september gehouden in het centrum van Ede. Welkom bij Mooizo. Het is een goede ontwikkeling. Ede kent steeds meer kunstfestivals. En dat geeft verlevendiging in het centrum. Op 7 en 8 september jongsleden werd het festival Groen Geluk gehouden. Het thema Groen Geluk is geïnspireerd op het feit dat Ede verleden jaar werd uitgeroepen tot de gelukkigste gemeente. Het zou wel heel leuk zijn als Groen Geluk een vervolg krijgt. En ik denk ook dat het... Het is een kunstfestival natuurlijk. Ik kan me voorstellen omdat het thema zo breed is en zo erg veel mensen aanspreekt, dat ik me wel kan voorstellen dat het niet per se de laatste keer hoeft te zijn. Maar goed, dat zullen we zullen zien. Ik geniet nu van het nu, zeg maar. Ja. Het weer zit ook mee, gelukkig. Ja. Dus is een boel te zien. Het lijkt wel heel sprookjesachtig soms. Wat is er allemaal te zien? Verschillende dingen. Er zijn heel veel dieren van Chantal de Wolde. Hele grote fantasiedieren heeft zij. Maar er is hier ook een workshop op dit moment van het schilderen van de olifant. En er is een hertenweidje met kleine hertjes waar kinderen op kunnen rijden. Verder is hier dus een heel gigantisch kunstwerk. Ja, noem maar op. Dus er is heel veel te doen, ja. We hebben veel installaties in de winkelstraat staan. Nou, daar merk je dat mensen er heel erg op reageren en nieuwsgierig worden. Dat werkt heel erg goed. Hier begint het wat gezelliger te worden, wat drukker. Ik merk wel dat op het festivalterrein was het iets meer even de drempel over om daar naartoe te gaan. Maar ik heb het idee dat het vandaag goede sfeer hangt. Nu zijn er een heleboel zonnebloemzaadjes uitgedeeld een paar maanden geleden. Wat is daar de bedoeling van? We hebben die zaadjes uitgedeeld, zodat mensen de gelukkigste plant konden kweken. Dus het ging niet zozeer over wie de allergrootste zou kweken thuis, maar de gelukkigste. Het was heel leuk, vanochtend kwamen er allemaal kinderen met een plant. Daar hadden ze een kast voor gebouwd. Of opa en oma hadden in een vakantie ervoor verder gezorgd. En we hebben een geluksgroeimeter, die staat hierachter. En de kinderen hebben met hun plant op de foto laten zien hoe groot die was. En even kijken, het is wel leuk om te zeggen, om 4 uur is de uitreiking van de gelukkigste plantenwedstrijd. En er zijn ook verschillende winkels die hebben meegedaan met de etalagewedstrijd. Die hebben hun etalage helemaal rondom hun eigen producten in het groen versierd. En daar is ook een uitreiking van vanmiddag. Dus, een mooie samenwerking met de winkeliers, begrijp ik. Ja, heel leuk. Ja, ik vond het ook heel, heel tof dat zoveel mensen er heel enthousiast op reageerden. Die hebben stickers konden ze bij ons bestellen. En dan vooral ook om hun eigen producten uit te lichten. En er zijn heel veel mensen die een link konden maken met of literatuur over natuur. Of kleding letterlijk in het groen. Of met planten erbij. Of een kaasboer of een leendert die dieren opzet. Dus het is heel leuk dat het eigenlijk heel goed te matchen viel, zeg maar. Dus dat was heel leuk, ja. We hebben nu ook een klokkenluider boven in de toren. Ja. Ja, je zei al volgend jaar misschien weer. Het ligt natuurlijk ook aan hoe het valt. Maar tot nu toe goed, hè? Ja, ik ben heel blij. En ik hoop dat de gemeente Ede dus ook zo over denkt. Ik hoor veel mensen zeggen, goed dat het groen wordt in het centrum. Die reageerden er heel vrolijk op. En ik hoop dat het de mensen, vooral de mensen die hier in de stad lopen, of ze er nou gericht komen of er tegenaan gelopen zijn, dat ze er gewoon van genoten hebben. Dus dankjewel. Ja. Kunstlijn Lunteren bestaat 15 jaar en dat wordt gevierd met een expositie in Huis Kernhem. Voor kunstenaar Johan Timmers werkt Kunstlijn Lunteren verrijkend. We zijn een groep enthousiaste kunstenaars die nu 15 jaar als groep bij elkaar zijn. Dat is al uniek. Er is één lid van het eerste uur overleden, maar voor de rest is de groep nog helemaal compleet. Er zijn wat leden bijgekomen de laatste jaren. We staan nu uit een groep van zo'n 15 kunstenaars. En aanvankelijk was dat, ik meen, 7 of 8 kunstenaars. Dus en ook de Nestor, Marieke Bouwman, die ooit het idee opperde ook om samen een groep te gaan vormen met nog een aantal andere kunstenaars. Dat houdt nu al stand, 15 jaar. We lopen ook geregeld bij elkaar in het atelier binnen. En dan heb je het over kunst. En dan heb je het ook
over datgene wat jou op dat moment bezighoudt. En ik vind het persoonlijk heel verrijkend. Want je bent toch als kunstenaar heel individueel bezig. Je zit in dat atelier, je bent mooie dingen aan het maken. Maar het is heel prettig als iemand daar eens met een frisse blik naar kijkt. Van waar ben je mee bezig? En dat je het daarover kunt hebben met elkaar is heel prettig. Ik experimenteer graag met verschillende materialen. Dat doe ik ook op deze tentoonstelling met een grootschaalobject. In de loop van de tijd ga je toch een beetje terug naar de basis. En dat is gewoon lekker schilderen. Gewoon puur met verf bezig zijn. Dat is ook het schilderij wat ik voor deze tentoonstelling gemaakt heb. En de Veluwe trekken mij aan. Ja, ik woon op de Veluwe en het is ook wel een inspiratiebron. Ik heb ook wat schilderijen gemaakt, het Wekeromse Zand. En dit is dan zo'n vennetje wat ook typisch Veluws is. Hè? En dat is eigenlijk, dat zijn periodes dat je dan weer eens even terug naar de basis gaat. En dan kan het best zijn dat zo'n schilderij zich weer ontwikkelt tot een abstract iets. Bij de kunst van Theo Verduin staat de tulp centraal. Het hadden net zo goed afwasborstels kunnen zijn of koffiepotten. Het draait bij mij wel om eenvoud, absolute eenvoud en lijn. En dat verwerk ik wel in mijn beelden. Het gaat om de spanning en om de eenvoud. En ik ontdoe de tulp van alles en franje, zeg ik altijd. En ik ga terug tot de essentie van de vorm. Dat trekt mij aan, dat is mijn uitdaging. Onno Gerritsen is de filmmaker van de groep en heeft ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan een film gemaakt. Voor mij is het een ontzettende uitdaging om een ander soort films te maken. Ik ben als professional echt een opdrachtfilmer, zeg maar. Alleen ik heb al heel veel ideeën voor hele andere soort films. Meer kleine documentaires, maar ook meer filmessay, misschien zelfs uiteindelijk wel video-installatieachtig. En die ideeën blijven een beetje in de lucht hangen. En deze club die stimuleert mij om dat meer ten uitvoer te gaan brengen als een soort stok achter de deur. Dus erg positief ervaar ik het. Ja. Net lid en deze expositie was daar, toen dacht ik van nou is het niet leuk om de groep wat meer samen te binden. Het zijn natuurlijk toch een hoop losse individu's bij elkaar. Heel inspirerend, maar die verbinding, dat kan je nou zo mooi met de film maken. En dat heb ik eigenlijk met die film geprobeerd. En dat ook nog weer in het kader van het thema De Tijd Vliegt. Heb ik het samengevat tot een soort vrije opdracht aan mezelf. Niemand heeft dat gevraagd. Ik dacht van, ik vind het zelf leuk om zo'n film te maken over de groep. Om de groep verder te helpen, maar ook om mijn creativiteit en ideeën erin te stoppen. Dit smaakt zeker naar meer om films te maken, maar dat worden hele andere films. Dit is een beetje, je zou kunnen zeggen, beroepsdeformatie. Want opdrachtfilms, dat kan ik wel. Het is nu alleen wel een hele vrije opdracht, maar de films die ik vanaf nu wil gaan maken zijn echt veel vrijere films, hoop ik. In ieder geval waar ik meer het experimenteren kan toepassen en kan gaan kijken van ja, wat vind ik nou mooi, wat leeft er nou bij mij binnen en welke ontwikkeling kan ik daarin zoeken. U heeft gekeken naar Mooi Zo, het programma over kunst en cultuur in de gemeente Ede. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. De volgende uitzending van Mooi Zo kunt u zien vanaf maandag 13 november. Kijkt u dan ook weer?